Echt alsof je een rottende vis in mijn mond uitknijpt. En nu kon ik dat eigenlijk heel makkelijk weer loslaten. Hallo, wat tof dat je weer kijkt. Deze week ga ik de effecten van wietolie ervaren. Er zijn twee bekende varianten, namelijk THC en CBD. CBD is het niet hallucinerende legale stofje, wat je eigenlijk overal wel kunt krijgen tegenwoordig. En THC is het hallucinerende niet legale stofje. Er is een steeds groter groeiende groep. Er is een steeds groter groeiende groep wereldwijd, maar ook in Nederland, die CBD-olie gebruikt. Omdat het kan helpen bij van alles. Slaapproblemen, angstproblemen, huidproblemen, pijn in gewrichten, migraine, echt van alles. Hoewel er nog veel te onderzoeken is, zijn er miljoenen mensen die hier heel veel voordelen van merken van deze olie. En daarom wil ik graag ook dit verhaal vertellen. Waarom zou ik dit experiment doen? Heb jij ook issues? Dat vraag je nu waarschijnlijk af. En ja, ik functioneer in principe wel prima. Maar ik merk dat ik al een tijdje heel onrustig slaap en ook vooral overdag heel onrustig ben. Altijd heel gehaast, minder zin in dingen en ik maak bepaalde to-do's die ik heb veel groter in mijn hoofd dan dat ze daadwerkelijk zijn. En dan ga je er heel erg tegenop kijken en word je er anxious van en ja, dat gaat gewoon soms niet helemaal lekker. Ik weet dat het geen burn-out is of overspannenheid. Been there, done that. Ik weet ook heel goed mijn grenzen en ik kan goed naar mijn lijf luisteren. Dus in dit geval lijkt het me wel interessant om te kijken wat wietolie hierbij kan doen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jullie verhalen. Dus deel je ervaringen vooral in de comments hieronder. Goed, dag 1. Wij zijn in Engeland. Ja, doe even alsof dit een normaal shot is. Ja, ja. Gewoon een normaal verhaaltje beginnen. En het is nu 6 uur. En ik vind het wel een goede tijd om ons eerste CBD shot moment te doen. Ja, ik begrijp wel echt sinds een minuut geleden dat het ons shot wordt ineens. Ja, we gaan vanavond helemaal niks meer doen. Dus we kunnen gewoon lekker bewust relaxen. Oké, ik ga dingen in jouw hoofd druppelen. Wat moet er nu gaan gebeuren? Nou, je gaat je de rest vanavond waarschijnlijk heel ontspannen voelen. Terwijl ik op vakantie ben in Engeland. Ja, nog ontspannender. Oké, 10 druppels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, gadver! What the fuck is dit? Is het vies? Oh, jezus! Echt alsof je een rottende vis in mijn mond uitknijpt. Gadver, ik ga water drinken. Jezus! Oh, het is een soort hap tuinaarde met lijk. Oké, nu moet jij bij mij. Ik wil niet. Ik wil je dit bijna niet aandoen. Ongeveer 10. Oh mijn god. Echt vies. Ik proef het nog steeds. Oh, is dat buiten bereik van kinderen houden? Ik dacht dat het buiten bereik van iedereen houden. Ik denk, ja, dat snap ik. Blij altijd als ik mee mag doen met jouw ding. Ja, leuk, leuk. Hallo lieve mensen. Het is 4 uur verder, denk ik ongeveer. Ongeveer. Dat zie je ook wel in mijn hoofd. Wat hebben we gedaan die 4 uur? En hoe voel je je, Max? Ik zei net al een tijdje geleden dat ik me wel ontspannen voelde, maar ik voel me nu echt wel... Het is nog niet zo heel laat, maar ik heb echt wel zoiets van... Het slaat van ontspannen door naar ik zak als een pudding in elkaar. Maar ook wel dat je, zeg maar, je hoofd rustig is. Ja. Ja, ik voel me wel echt rustig. En ik heb een best wel hectische dag gehad en ik ben... Niet op mijn werk, maar er gebeurt wel eens op mijn werk waar ik eigenlijk bij zou moeten zijn. Daar zou ik heel veel gedoe van in mijn hoofd hebben normaal gesproken. Ja. En dat heb ik niet. Ik heb gezien van... Fuck it. Hire me! Vandaag ga ik op bezoek bij Murat, wat een goede vriend is van een goede vriendin van mij. En ik weet toevallig dat hij heel veel weet over THC en CBD-olie, wietolie, hennepolie. Dus gedurende deze video zul je wat antwoorden van hem zien om meer te leren over CBD en THC en hoe dat allemaal werkt. Hoe is dat zo gekomen? Nou, de vader van mijn ex die had kanker. En toen zijn we dus in aanraking gekomen met CBD en THC en de cannabis en de hennepplant in het algemeen. Toen dachten we, hoe leuk is het in onze chocoladewinkel om een bonbon te verkopen met CBD.
En vervolgens toen we daarin doken, we hadden al heel veel ervaring met bloemen en kruiden en eten en gewoon dat soort middelen. Was het een hele logische stap om dat uit te proberen. Dus zo is het een paar jaar geleden begonnen. Hallo jongens, ik ben terug uit Engeland en ik heb vandaag best wel veel werk te doen. Maar het leek me daarom des te beter voor het experiment om daar dus CBD-olie bij te gebruiken. Kijken of ik het allemaal relaxed en zen en zo kan doen. Ik heb best wel echt een lijst, dus dat kan me echt zo gek maken in mijn hoofd. Dus we gaan het zien. Maar ik heb geleerd van de vorige keer, ik ga niet zomaar die druppels in mijn mond douwen. Dus ik denk dat ik het gewoon in de melk ga doen. En dan, ja, dan moet het toch ook wel werken. Oh. Verpakking in het glas. Oh. Oké, dit was echt beter te doen. Maar die geur, die blijft. Max. Huh? Doe ik het al goed? Ik merk dus een beetje dat ik een soort van vlak ben of zo. Merk jij ook iets aan mij? Ja, je bent wel matterig. Matterig? Je haar is een beetje matterig. Dat las ik ook op de elf voor. nee, maar je bent wel... Ja, ik denk dat vlak de juiste omschrijving is wel, ja. Ja. Ja, het is niet stom of vervelend of saai, maar je merkt dat je... Het is niet gewoon rustig. Nee, en ik denk dat het misschien een soort van combi is, omdat ik, het is nu 9 uur of zo en ik heb net nog een deadline afgemaakt en iets opgestuurd. En ik denk dat dat, die soort van stress in combinatie met die CBD oil, dat... Ja, precies. Dat je aan de ene kant iets in je lijf stopt wat je hele lijf dwingt tot rust, terwijl je hoofd en je kan helemaal geen rust. Dus dan moet je dan doorheen duwen of zo. Dat is een soort heftige reactie. Ja. Contrasteren. Ja, dat woord, ja. Ja. Contrasteren kun je leren. Ja. Net als afberen. Nou ja, ik hoop dan maar dat ik lekker ga slapen straks. Oké, ik heb dus echt heel erg lekker geslapen vannacht. En het grappige was dat ik heel rustig was. Normaal als ik wakker word 's nachts, dat word ik eigenlijk altijd wel. Dan denk ik aan iets, bijvoorbeeld van werk. En dan ga ik daar meteen mee in mijn hoofd zitten malen. En hou de camera's even goed draaien. Jeetje. Hoe lang doe je dit nou al? En nu kon ik dat eigenlijk heel makkelijk weer loslaten. Anders dan anders. Dat was echt wel een verschil. En ja, dan kan je natuurlijk zeggen dat is placebo effect. Of dat is CBD olie effect. Of je had gewoon een goede dag daarin. Maar het viel me wel op in ieder geval. Ik ben nu op weg naar de eerste winkel die helemaal om hennep en CBD olie en alles daaromheen draait of is opgezet. Het heet Amsterdam Seed Center en ik ben benieuwd of ik daar misschien nog wat nieuwe producten kan vinden om uit te testen. Hoe toevallig is het dat deze week de video natuurlijk over weed gaat en dat Max hier het weed aan het weghalen is. Yeah. Ja man, eigen huis en tuin. Je hebt alleen geen bouwvakkerspoppen, decolleté. Ik moet nu even zo. Max. Blij dat ik dat niet op film heb. Het kan op heel veel verschillende manieren helpen. De grap van de natuur is eigenlijk dat wij, de mens en de dieren, rijk, hebben een endocannabinoïde systeem. En de cannabisplant werkt dus niet per se op één ding. Maar omdat het dus een soort van een moederorgaan aanvult, helpt het lichaam in balans te komen waar het uit balans is. Mm. En dit systeem reguleert bijvoorbeeld bloeddruk, bloedstroom, lichaamstemperatuur, hormoonbalans, immuunsysteem, botvorming, ontkalking, verzuring van je lijf. En dus als je cannabis tot je neemt, ook al heb je dus gewoon wat spierspanning, kan het zo zijn dat er iets anders vooruit gaat zonder dat je het door hebt, omdat op heel veel manieren je lichaam helpt om in balans te komen. Zo, het is vandaag zaterdag. En? Ik heb een super medisch pakje hier. Ja. Hier zit iemands orgaandonatie in. Nee, we gaan vandaag THC testen middels chocola. Oh,
THC is dus nogmaals het hallucinerende bestanddeel van de wietplant. Je mag dit dus verkopen als winkel als je onder de bepaalde procent blijft. Onder de 2% geloof ik, als voedingsmiddel. Ja, precies. Maar je moet er wel voorzichtig mee zijn, uiteraard. Dus je begint altijd met een half blokje om te testen of je niet allergisch ervoor bent. Pardon? Wat zei je? Dude! Oh mijn god! Je bent zo'n knulft! Half blokje. Jij doet een half blokje, ik heb er twee. Ik proef wel gewoon als gewoon pure chocola. Nee, dat is echt bullshit. Dan heb je niet goed geproefd. Ik heb echt het idee dat ik een soort bruine kruidentuin in mijn mond aan het stoppen. Now we wait. Oké, ik heb nog geen bijwerkingen, dus ik ga nog een stukje nemen. Geen allergische reacties of zo. Het advies hierbij is om van tevoren even stil te staan bij hoe je je voelt. Gewoon even bewust van, ben ik misschien verdrietig of een andere emotie, gewoon rustig of blij. En dat dan een cijfer te geven op 1 tot 10. En dan over een tijdje, als je zeg maar, als de TSE werkt, dan opnieuw te evalueren. Een uur of zo? Hoe lang zou dat? Dat weet je niet. Science! A few moments later. Wacht, pardon? Het verhaal. Hij zei vooral een kat. Ik denk dat we. Dat is het meest. Het is nog niet klaar. Het gaat gewoon door, jongens. Echt alleen honden kunnen jullie horen. Wat is dit voor een frequentie? Hoor je niet wat ik net zei? Nee, niemand hoorde wat je net zei. Wat is met die Celine Dion impressie? Ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit volkomen een natuurlijke lachbui is. Dat heeft verder niks te maken met het experiment van vanavond. Nee. Het is gewoon omdat ik zo grappig ben. Oh my god, ik ben in mijn buik. Hallo Marije in de verte. Hallo, Jezus. Hallo, ik zie eruit als een meisje van 6 met deze outfit. Ja, klopt, maar dit heb je toch echt zelf gedaan? Oh, maar dit kan echt niet. We were stoned as fuck. En we gingen om 9:30 naar bed. Oh, iets? Ja. Ik heb wel afgezien van de kat die echt de hele nacht terrorkat was. Gewoon ja, met gillen. Ja. Afgezien van dat heb ik wel echt goed geslapen. Wel echt lekker en rustig. En... Ja, het was wel ontspannen. Ja. Ja. Dus ik weet niet of ik het nou heel erg anders vond, maar ik heb wel goed geslapen. Ja, wel. Hey. Oké. Okay. Ja, nou dat is. Dag allemaal. Tot ziens van ons naar jullie. Groetjes. Groetjes. Ik vind dat eigenlijk zo'n middel echt legaal zou moeten zijn. Ik noem het vaak vitamine cannabis. Iedereen heeft af en toe zoiets nodig voor je hele stelsel, voor het endocannabinoïde systeem. Er is geen één ander plant die, waar wij dus dit uit kunnen krijgen, terwijl wij een heel systeem hebben die met dezelfde soort stofjes werkt. Met een kanttekening, roken, als je een sinaasappel gaat roken, laat het even zo zeggen, heel simpel, krijg je ook niet de vitamines binnen. Ik ben echt voor kwalitatieve middelen, volledig legaal. Ja. Recreatief zou ik het misschien wat... Ja. Het laatste wat we gaan proberen zijn deze capsules met CBD erin, 2,5%. En normaal gebruik je dit voor als je bijvoorbeeld gewrichtspijn en zo hebt. Dat je lichaam gewoon ja, beter, lekkerder voelt. Als je er 3 neemt, dan kun je het ook wel gebruiken bij lichte anxiety, zeg maar. Overigens, als je mentale problemen of iets in die trant hebt, dan ga het niet oplossen met capsules. Dit is gewoon een supplement en niet bedoeld als oplossing. Disclaimer. Dus ik ga er nu in ieder geval 3 nemen vandaag. En ik ben benieuwd of dat me ja, anxiety vrij of minder maakt. Ja en nee.
In principe heeft de plant geen schadelijke effecten op het lijf. Maar als jij dus gaat rijden, je moet motorische functies uitvoeren en je zenuwstelsel ontspant zodanig dat je bijna half van je stokje gaat, ja, dan is het gevaarlijk. Ja. Maar dat is heel logisch. Ja. Dus de plant zelf heeft geen negatieve effecten. Behalve als je dus geestelijk instabiel bent of aanleg hebt voor psychoses, dan eventueel wel. En dan is het weer eventueel wel in de zin van sommige gevallen wel, sommige gevallen niet. Maar het is dus meer in de intentie en de setting waarop je het gebruikt, maar niet het fysieke. Nee. Nog één ding, in het fysieke is het wel alleen zo dat als je bepaalde medicijnen gebruikt, dan kan het een contra-indicatie hebben. Dan moet je altijd even raadplegen met je arts. Welkom bij Max Needs a Makeover. Er valt nog zo vreselijk veel te vertellen over dit onderwerp. Maar een belangrijk punt vind ik wel om te melden dat als je problemen hebt, mentaal of fysiek, dat je ook altijd een arts raadpleegt. En dit middel niet ziet als iets om je problemen lekker mee te kunnen ontduiken. Wil je zelf CBD-olie kopen? Let er dan op dat je een goede koopt. Ik zag namelijk bij een item van Kassa dat er nogal mee gesjoemeld kan worden. Dat er soms meer of minder CBD in zit. Of dat er zelfs opeens THC in de CBD-olie zit. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus doe gewoon je research. En vind wat werkt voor jou. Ik weet in ieder geval nog niet hoe ik het verder ga gebruiken. Misschien heb ik een tweede proefweek nodig om daadwerkelijk het effect te bepalen. Wat jij, Max? Wat jij zegt. Ik heb wel wat dingen gemerkt deze week die ook zeker wel positief waren. Ik ga dan sporadisch nog wat proberen van die druppels. En dat kijken of ik nou echt kan merken waar het verschil in zit. Ja, goed. Bedankt voor het kijken, jongens. Ik zie jullie volgende week.